Eerste is. Edwin Gardner. Typisch. We gaan er niet een heel belangrijk punt van maken, maar het is wel opmerkelijk. Eerste punt voor Marlene. Wat wankelmoedige geest, af en toe kan ze mentaal zwak zijn. Ja, mooi. Soepele, snelle overwinningen voor Jelena Dokic. Prachtig punt van Marlene. Vorig jaar in Australië. Ja, geweldig. Prima opgebouwd. En ik neem aan dat de nieuwe coach Heinz Kundhardt daar toch wel een streep achter gezet heeft. Dat hij gezegd heeft, er moet rust komen, anders doe ik het niet. Pech voor Weingartner. 2-1. Williams meedoet. Het was op voorhand al bekend dat Serena niet mee zou doen, maar Venus. Toernooi kijkt u. Game. Heel goed gedaan. Uitstekende game. Fantastisch punt. Voorlopig profiteert Weingartner niet. Sterker nog, dit is de setwinst met 6-4. Nu dan wel het derde setpoint. Minst slechte is. Klinkt niet zo complimenteus, maar ja, zo is het wel. Dit was trouwens wel een...
Geweldig punt. Ja, zo kennen wij het ook niet weer. Jongen, jongen, wat een rare tiebreak is dit. Dat is hem dan. Imponeren? Nou, nee hoor. Goed ook niet. Spannend, dat wel. Maar ze maakt een wat vermoeide indruk. Oh, mooi punt voor Marleen. Dook iets naar 2-2. Ja, heel knap er langs. Er was ruimte. Ja, zo kennen wij het ook iets weer. Nu gaat ze niet in de. Oh, wat knap gelopen en goed geslagen. Ja, ze neemt die bal zo makkelijk. En weer hoor, een schitterend punt van die Anker. Weer terugbreken. 15-40. Voor de tweede keer. Gelijk geen game gaat winnen, maar alleen een Weingartner. Zou ik wel een beetje dwaas vinden. Ja, 0-15. Oh, wat een prachtig punt. Ook een beetje geluk, daar ben ik wel heet zichzelf ook wel vindt. Maar ja, een punt is een punt. Buitenkant.
Goed, het is het niets te verliezen. Ze speelde goed. And which I expected a little bit. I didn't play my best, but ik speelde niet op mijn best. Win matches when you don't play well. I was happy to get a three in two sets. Ik ben blij dat ik twee sets gewonnen heb. But sometimes you forgot to go to the net. Is that true that soms vergat je om naar het net te gaan? I mean, she hit some good shots and ja, ze slaat de ballen natuurlijk wel goed raak. Daarom was het moeilijk voor mij om in te komen. Maar goed, ik maakte nogal wat fouten, dus het was moeilijk voor mij om een zeker ritme te krijgen. Concerning the draw, maybe playing against Tulia Ganova or Safina. Misschien speel je wel tegen Safina of tegen Tulia Ganova, wat vind je ervan? I'm really looking forward to the match. Nou ja, dat zie ik wel. Ik verheug me op die partij. Thank you very much and good luck.